In Spui 25 bij programma Ken Jezelf, een filosofische en literaire zoektocht. Ken jezelf, dat is ook een uitnodiging, een oproep, een kweeste. Misschien bent u hier wel gekomen omdat u overloopt van de zelfkennis en uw inzichten met anderen hoopt te delen. Of ook u bent op zoek naar zelfinzicht. Wie ben ik? Wat voel ik? Wie wil ik zijn? Hoe leef ik? En hoe sterf ik? Dat zijn allemaal vragen die Tinneke Beekman in Ken Jezelf, een openhartige filosofie, onderzoekt aan de hand van denkers, dichters en schrijvers die haar vergezellen bij deze zoektocht. Vanavond gaan we het hebben over de wisselwerking tussen filosofie en literatuur en de totstandkoming van het ik. Mijn naam is Diewertje Mertens. Ik ben schrijver, literatuurcriticus en vanavond ben ik jullie moderator. Graag introduceer ik onze gasten van vanavond. Tieben Hiemstra is schrijver en performer. Hij werd in Groningen geboren en groeide daar ook op. In het Antwerpen studeerde hij woordkunst. Na zijn studie verhuisde hij naar Leipzig, waar hij als postbode werkte. En als ik het goed heb begrepen, is het idee voor zijn debuutroman daar ontstaan toen hij volledig was teruggeworpen op zichzelf. Klopt dat? Oké, gelukkig. Inmiddels woont hij weer in Antwerpen. In mei verscheen bij Das Mag zijn eerste roman, W, over een driehoeksvriendschap. Een van de vrienden, W, verdwijnt zonder zijn vrienden in te lichten. Deze hedendaagse titaantjesroman werd lovend ontvangen door de pers. En vanavond is hij hier te gast. Welkom, Tieben Hiemstra. Nisreen Mebarki is schrijver, dichter en columnist. Daarnaast is ze redacteur en programmamaker bij het Winternachtenfestival. Ze schrijft korte verhalen, theaterteksten en poëzie. Als literair vertaler vertaalt ze vooral vrouwelijke feministische dichters uit het Arabisch naar het Nederlands. Haar poëzie en columns verschijnen in literaire tijdschriften als De Gids, Het Liegend Konijn, Tirade en Poëziekrant. Ze is medeoprichter en artistiek leider van theatergroep Landgenoten. In 2022 verscheen haar prachtige debuutbundel Oeverloos. Die werd genomineerd voor de C. Buddingprijs en voor de Herman de Koningprijs. Welkom, Nisreen Mebarki. Filosoof Tinneke Beekman schreef onder andere Bekroonde door Spinoza's Lens, Macht en Onmacht en de bestseller Machiavelli's Lef. Die bekroond werd met de Hypatiaprijs en op de shortlist van de Socratesbeker kwam. Naast boeken schrijft Beekman columns voor Knak en De Standaard. Normaal gesproken houdt ze zich vooral bezig met de relatie tussen politiek en filosofie. Klopt toch? Ja. Maar voor Ken Jezelf ging ze na hoe filosofen en schrijvers kunnen helpen om zelfinzicht te verwerven. Je zou Ken Jezelf een filosofisch zelfhulpboek kunnen noemen. Maar ze kan haar boek beter zelf introduceren. Ik geef het woord aan Tinneke Beekman. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Hartelijk dank voor deze hele avond. Ik vind het heel fijn om hier te zijn en te spreken over mijn boek Ken Jezelf. En inderdaad, gewoonlijk schrijf ik politieke filosofie en columns over actualiteit. En in België en Vlaanderen bespreek ik daar ook de politiek. Maar filosofie is voor mij ook heel belangrijk in mijn persoonlijke leven. En Ken Jezelf is een meer persoonlijk boek. Het is een reeks van 40 essays waar ik altijd begin met een vraag, een vrij persoonlijke vraag. En altijd is er een moment geweest in mijn leven van vertwijfeling, van onzekerheid, van vaststelling dat wat ik dacht dat waar was of klopte tot dan toe eigenlijk toch niet helemaal klopte. En dan hoe schrijvers en denkers mij geholpen hebben om een andere blik te krijgen, om anders naar mezelf te kijken, om anders naar de wereld te kijken. En zo heb ik elke vraag ook uitgewerkt. Dus het gaat over een soort gesprek tussen mij en tussen die schrijvers, die denkers, die ik gelezen heb natuurlijk, zonder ooit het plan te hebben om dit boek te schrijven. Maar als je leest, dan verander je, zonder dat je weet juist hoe je verandert. En soms zijn er antwoorden in teksten op vragen die pas veel later komen. En een van de journalisten vroeg of ik een midlife crisis had. En het antwoord was natuurlijk ja. Het is zo ongetwijfeld dat ik dit boek 20 jaar geleden niet zou hebben kunnen schrijven.
Nochtans zijn de meeste van de auteurs die ik vermeld, auteurs die ik ook las als ik veel jonger was. En dus ik heb heel erg ervaren hoe ik die eigenlijk in mij meedraag. En de figuur, de filosoof waarmee het begint, is Socrates, die in sommige teksten opduikt, maar zeker niet in allemaal. Socrates, waarom? Omdat hij natuurlijk verzinnenbeeld wat het denken is, het gesprek, de vraag, het altijd op zoek zijn, het nooit het definitieve antwoord hebben, maar ook de zoektocht naar geluk als filosoof en ook de idee van de innerlijke transformatie door het denken, door het gesprek. Er zijn ook twee principes van Socrates die eigenlijk ook wel in elke tekst voorkomen, namelijk de vragen. Socrates zegt, voor mij die van wijsheid houdt, is het belangrijker met mezelf in harmonie te zijn dan in overeenstemming te leven met de mensen rondom mij. Dus zelfs al zijn die het niet met mij eens. Dus het is belangrijker om met mezelf overeen te komen. Zelfs al betekent het niet overeenkomen met anderen of niet hetzelfde denken als anderen. Dat is het eerste. En het tweede is voor mij, die van wijsheid houdt, is het belangrijker om geen onrecht te doen. Dat is belangrijker dan het feit dat je onrecht wordt aangedaan. Het eerste principe slaat precies op dat gesprek met jezelf. En het feit dat je ernstig in de problemen bent als je niet in harmonie met jezelf kan leven, omdat je wel anderen kan, je kan afscheid nemen van anderen, maar je moet ook altijd wel met jezelf leven. En ik denk dat die innerlijke harmonie iets is dat in heel veel momenten in het leven terugkomt als fundamenteel. Ik denk ook als mensen het moeilijk hebben op het werk, in hun private leven of wat dan ook, dat altijd die vraag van doe ik waar ik zelf in geloof? Doe ik waar ik zelf van overtuigd ben? Wat wil ik eigenlijk? Wat denk ik eigenlijk? Wat verlang ik eigenlijk? Los van wat de omgeving suggereert, altijd die terugkoppeling maken precies hachelijk kan zijn, maar eigenlijk ook noodzakelijk is. En dat is precies wat ik eigenlijk in elk essay op mijn manier gedaan heb. De tweede idee, het is belangrijker om geen onrecht te doen. Dat betekent dat je jezelf ook de vraag stelt, wie wil ik zijn? Ja, en ik word bepaald door, niet alleen wat mij is aangedaan, maar vooral door hoe ik zelf met de dingen omga. Door hoe ik zelf beslis om te reageren. En ik kan niet de wereld bepalen, maar ik kan wel zelf beslissen wat ik doe, hoe ik mij opstel. En het idee dat je eigen handelen, dat je dat altijd voor ogen moet houden, zo handelen dat je met jezelf in harmonie bent, is ook een hele ware idee, denk ik. En het is ook een hele belangrijke idee. Maar voor de rest komen er filosofen en schrijvers van de Spinoza is een van mijn lievelingsfilosofen, Machiavelli, Nietzsche, Schopenhauer, Hegel. Heel veel verschillende filosofen, heel veel verschillende schrijvers ook. Ik denk meestal ook wel schrijvers die ook denkers zijn, zoals Orwell of Aldous Huxley. Maar toch vooral denkers uit de oudheid. En voor mij is die oudheid nog altijd zo belangrijk, omdat daar precies theorie en praktijk samenvallen. Omdat daar het theoretische denkkader, daar gaat ook een praktijk, daar komt een praktijk mee overeen. En die ken je zelf, die op de tempel staat van Delphi, en dus die elke Athene regelmatig zag die rondliep. Het lijkt ook wel wonderlijk dat je dat soort spreuken zag. Als je het vergelijkt met de opschriften die we vandaag de dag zien, het zegt wel iets over de samenleving waarin we leven. Maar die aanzet tot die filosofie als praktijk, dat is eigenlijk wat mijzelf enorm aanspreekt en waar die filosofie ook levendig wordt. Dus hoe abstract ideeën ook zijn bij Spinoza, over de substantie, attributen, modi, en allemaal heel subtiel en heel complex. Uiteindelijk moeten ideeën terug te brengen zijn tot wat betekent het hier en nu voor mij. En ik denk ook dat je als Spinozist anders leeft of anders in het leven staat of de dingen op een andere manier kan bekijken, ook jezelf op een andere manier bekijkt, dan bijvoorbeeld als Cartesiaan of als een andere filosoof. En uiteraard moet iedereen dan maar zelf vinden wie het best aansluit bij het eigen temperament. Maar dat is wat filosofie voor mij betekent. Dus de filosoof bedenkt begrippen, concepten die abstract zijn en die dus boven de eigen ervaring uitstijgen, maar die tegelijkertijd ook een manier zijn om naar die ervaring te kijken en die nooit zomaar ergens mogen zweven. En filosofie is dan ook geen tekstexegese. Dat vind je enorm in de oudheid. Die schrijven wel, maar zelfs Aristoteles kan je lezen als een soort dialoog. Als altijd een onderweg zijn, als het benaderen vanuit verschillende aspecten.
En ook het lanceren van ideeën die ook altijd concreet en verbonden zijn met de wereld, verbonden zijn met het zelf. Maar niet met het zelf als een romantisch zelf, als een soort zuiver zelf. Hè. Die ken jezelf betekent niet. Je moet diep in jezelf graven en alles van de buitenwereld afwijzen. En dan ga je een soort zuiver zelf vinden. Nee, dat is helemaal niet het geval. Heel vaak is het inzicht dat je verbonden bent met de anderen en met de wereld. En dat juist als je jezelf overstijgt door iets te doen met anderen en voor anderen, dat je ook dan jezelf leert kennen. En dat is het geval voor George Eliot in Middlemarch. En enfin, anderen kan ik hier nog veel over vertellen. Maar bon, dus het gaat niet over een soort... Het gaat wel over een weg naar binnen, maar het is geen soort ego-trip waarin je alleen maar jezelf centraal stelt. Integendeel, het gaat heel vaak over die relatie tot de ander. En dat is ook wat filosofie voor mij betekent. En doorheen die vragen, wat ik hoop, en als ik kijk naar de eerste reacties van lezers, is dat ook wel wat er gebeurt, dat filosofie ook een manier is voor elke persoon om te denken. Alles is een soort perspectief, alles is een aanzet. En dus het is geen zelfvullend boek, omdat er zeker ook geen antwoorden staan die voor iedereen gelden. Het is een onderweg zijn. En wat je daar uiteindelijk met die perspectieven, met die ideeën, met die begrippen, wat die voor jou betekenen, dat is iets dat je zelf moet en zelf kan ondervinden. Het is zeker niet, ik heb zeker niet de idee dat ik een antwoord geef, zo'n duidelijk stappenplan of zo, van wat mensen moeten doen. En in dat opzicht staan er wel 40 essays in het boek en veel vragen en een aantal suggesties, maar zeker geen definitieve antwoorden. Ook voor mijzelf niet, ik ben ook nog altijd onderweg. En ik denk dat dat het geschenk is dat de filosofie en al die schrijvers mij gegeven hebben en dat ik toch een beetje heb proberen van door te geven. Dank u. Tineke, het is goed dat je dat even recht zette van dat zelfhulpboek. Ik wist dat het tricky was om het zo te noemen. Ik kwam het een paar keer tegen. Waarom is het geen zelfhulpboek? Wel, precies omdat... de microfoon staat aan. We hebben alle twee... Luid genoeg? U kunt het niet horen? Misschien kan iemand het geluid harder zetten. Ja. Wel, het is, zoals ik al zei, het zijn een aantal vragen. En ik geef er een antwoord op. Maar als ik ook kijk naar de reacties op het boek, voor veel mensen werpt het terug vragen op. Of terug dingen waar zij over kunnen denken in hun leven. Dus het gaat veel meer over de bevraging dan ook over de idee dat er een soort oplossing wordt gegeven van A naar B. En nu moet je dat en dat en dat doen. En ik geloof daar zelf al niet helemaal in. En ik denk ook dat de filosofie zich daar eigenlijk ook niet toe leent. Ja, ergens schrijf jij in een boek dat je een hekel hebt aan het psychologiseren. Wat veel mensen doen, voornamelijk voor anderen. Kun je mij uitleggen waarom? Ja, er zijn zo'n aantal termen die heel vaak gebruikt worden. En ik begrijp de verleiding, ik ken de verleiding, om iemand die je niet aanstaat of zo. En dat is een narcist, en dat is een sociopaat, en dat is een psychopaat en zo. Maar de vraag is wat je daar eigenlijk uit leert, uit het uitdelen van die etiketten. En of je eigenlijk dan een betere inschatting kan maken van de morele waarde van mensen. En ik denk het niet. Dus in een tekst over hoe je een partner kan zoeken, over de liefde, heb ik dat uitgewerkt. Maar het gaat er maar inderdaad ook over dat die termen heel verleidelijk zijn voor anderen, maar zelden dat je die toepast op jezelf. En dus dat is precies de blinde vlek. Ik denk dat je, als je wilt een betere inschatting wil maken van anderen, dat je ook moet kijken naar hoe je zelf omgaat met de dingen. Want je komt ook daar in je oordeel over de anderen heel vaak ook jezelf tegen. Dus ik ben zeker niet tegen psychologie in het algemeen of zo. Dat kan heel waardevol zijn. Maar ik vind dat we wel leven in een tijd waar heel kwistig wordt rondgestrooid met psychologische termen, alsof ze een beter inzicht altijd bevatten. En dat is iets wat ik soms wel betwijfel. Ja. Ja. Nisrine, zie jij de meerwaarde van zelfkennis voor jou als kunstenaar? Heb je zelfkennis nodig om gedichten te kunnen schrijven? Ik geloof niet zo in zelfkennis. Okay. In de zin van, ik geloof überhaupt niet in een zelf. Dus zelfkennis is een soort contradictie in termino voor mij. En schrijven
is een manier voor mij om te ontdekken wat er gaande is in dit wezen. Ja, dus kun je vertellen waarom je er niet in gelooft? In een zelf? Ja. Nou ja, ik denk dat een zelf of een ik, dat een soort construct is wat we maken. En dat construct dat is gebaseerd wat mij betreft op ervaringen, op alle bagage die je meekrijgt afhankelijk van de plek op de wereld waar je geboren wordt. En zeg maar, dat hele construct is constant aan verandering onderhevig. Dus per definitie bestaat het niet voor mij, omdat het constant aan het veranderen is en er dus niets echt is, wat mij betreft. En is het niet tijdelijk vast te leggen in een gedicht? Dat gaan we zo horen. Ik probeer wel vast te leggen wat de denkenprocessen of observaties zijn of gedachten. Dat wel, daar geloof ik wel in. Maar of er echt een ik is die dat doet, dat weet ik niet. Ja, ik heb een lijf en ik heb een naam en zo ga ik door het leven. Maar voor mij is alles, dat komt en dat gaat en dat komt en dat gaat. En de vrouw die ik gisteren was, ben ik vandaag al niet meer. Hoe is dat voor jou, Timo? Want jij schrijft ergens: vraag het paard niet hoe het rent of het zal struikelen. Hoe denk jij over zelfkennis? Ja, ik sluit me wel heel erg aan bij dat idee van een construct. Maar ik denk op zich dat je dat ook wel kan onderzoeken. Het soort van het construct dat je bent. En een soort van stil kan staan bij de gedachten die in jou opkomen. De neigingen die je hebt. Hoewel die ook weer kunnen veranderen natuurlijk. En ja, die zin, vraag maar niet hoe het rent of het zal struikelen. Daar geloof ik in het maken van werk, geloof ik daar wel heel erg in. Dat je niet te veel moet overanalyseren wat je doet. Omdat zeker in het begin van het creatieproces, als je dan al heel erg je eigen criticus gaat lopen spelen, dan mis je volgens mij heel veel spontane momenten die heel waardevol kunnen zijn in het werk. Dus ik denk dat het zeker in het begin van het proces heel belangrijk is om gewoon te proberen dat paard te zijn dat rent en er niet over na te denken. Ja. Ja. En denk jij dan ook weinig over jezelf na? Nee, ik denk veel over mezelf. Maar weinig over het maken. Het is natuurlijk een soort van iets waar je naar streeft of zo. Het is niet per se. Tuurlijk ben je af en toe je criticus op momenten dat je niet wil. Maar ik streef er wel vaak naar om die criticus zoveel mogelijk uit te zetten. Ja. Ik is een ander, stelt Arthur Rimbaud. De kunstenaar spreekt met een stem die van hemzelf is, maar toch ook niet. Ik wil het graag over het ik in jullie werk hebben. Tinneke, op het omslag, nou, we zien het daar ook, een portret van jou. Dat suggereert dat het boek ook heel erg over jou zal gaan, dat we jou zullen leren kennen. Is dat zo? Ja, dat weet ik niet. Ik heb wel gevraagd aan mijn man of hij in mijn teksten mij herkent en hij zei van wel. Dus dat is wel, dat was wel hoopgevend. Maar ik had eigenlijk eerst een andere foto van een landschap met vrouwen. Maar omdat het toch wel een meer persoonlijk boek was, kwam de suggestie van dat portret. En ik heb er ook wel mee ingestemd. Maar ik wil misschien ook nog eerst even reageren op wat Nizrin zei. Ik ben het daar eigenlijk heel erg mee eens. En in een van mijn teksten, een stuk van Arthur Rimbaud, bespreek je daar ook wie is de ik waarmee ik in gesprek ben. En het feit dat je die niet kan vatten. En de roman die dat voor mij, ook als ervaring toen ik het las, het beste weergaf, is Iemand 100.000 van Pirandello. Dat is echt een roman waarbij zijn vrouw hem een opmerking maakt over zijn neus, die een beetje scheef staat. En dan kijkt hij in de spiegel en dan beseft hij dat anderen zijn neus anders zien dan hij altijd zijn neus zag. En dat is zo het begin van een hele. Die begint alles in vraag te stellen en die verliest elke identiteit waar hij zich aan vastklampt uit de buitenwereld blijkt niet helemaal te kloppen. En dat eindigt ook in de natuur. En ik vind dat ook dat hij enorm overeenstemt met mijn idee van zelf en filosofie bij Spinoza. En ik denk zelfs bij
bij Socrates. En ik denk ook dat een van de dingen vandaag is, met die vragen rond het zelf, die idee van controle en die idee ook van maakbaarheid. Ook in die idee van je kan zijn wie je wil zijn. Dus dat je zowel in de beeldvorming als ook in je leven als project, dat daar in die maakbaarheid heel erg voorop staat. En ik denk dat ook altijd gedoemd is om te mislukken en dat daar een deel van het onbehagen rond het zelf misschien ook wel zou kunnen mee te maken hebben. En verder bij het team ben ik het ook helemaal mee eens dat, ik zeg misschien niet hetzelfde, maar dat het, je bent ook je handelen. Ja? En dat is ook wat Hannah Arendt zegt. En ook als je in de publieke ruimte handelt, dan zien anderen ook iets van jou wat je zelf niet ziet en opnieuw wat je niet helemaal kan controleren. En ook wat je maakt, dat ontsnapt ook meteen aan jezelf. Dus ik schrijf dat boek en meteen gaan lezers, andere mensen daarmee aan de haal. En dat wordt iets helemaal anders dan wat ik deed, wat ik geschreven heb. En dat is ook precies het wonderlijke van die creatie, dat je hebt je eigen creativiteit. En dat wordt ook de creativiteit van anderen. En ik denk ook wel dat je dat effectief moet loslaten. Ik denk als je een te strikt idee hebt van dit is het en iedereen moet het zo zien, dat alleen maar frustratie kan opleveren. Maar je gaf net aan dat jouw man wel iets herkende van jou in het boek. Ja, wat was dat? Wat zag hij? Oh ja, bijvoorbeeld, wat hij heel erg herkende was, er staat een tekst in zo over de nederigheid. En hoewel ik wel heel erg kan onder de indruk zijn van mensen of fenomenen. Zoals Spinoza zegt, je wordt omringd door een natuur die je oneindig overstijgt. Dus daar zit een nederigheid in. Maar ik ben niet heel erg geneigd tot persoonlijke nederigheid. Als ik van die hooggeplaatste personen eens ontmoet, dan ben ik daar wel beleefd tegen. Maar ik voel gewoon dat, in mijn hart, zo, ik laat me niet makkelijk gebieden. En hij zegt, ja, dat is echt wel heel... Sommige dingen zijn heel erg herkenbaar. En dan ook wel soms wel minder leuke trekjes, die ik ook wel als beginpunt genomen heb. Omdat je daar dan soms ook wel mee worstelt. En andere dingen ook. Dus ik heb eigenlijk ook niet verder gevraagd. Ik heb gewoon gezegd, ik heb het gewoon laten zijn. Maar ik vermoed dat er toch een zekere herkenning was. Dat hij niet zei van, nee, je bent helemaal anders. Dat vond ik wel een geruststelling. Ja, hoe zou jij dan die ik, hè, die jij gebruikt in een boek? Want het is een ik, precies als Rimbaud aangeeft. Een ik die je wel heeft wel iets met jou te maken. Jij bent het, maar het is ook een schrijvend ik, een ander, ander ik. Ja, zeker. Het is ook een literaire ik in de zin van... Het is heel waarachtig. Er was wel die vraag en die contexten. Dat is allemaal wel waar, maar het is natuurlijk ook een opstapje naar de filosofie. Dus het is eigenlijk een ik als middel om iets te zeggen over een idee. Dus het is een soort opstapje naar, altijd naar een abstracter concept dat dan wordt uitgelegd. Dus de ik wordt ingezet in een filosofische vraag. Een aangever eigenlijk. Ja. Een aangever voor het verhaal dat je wil vertellen. En ook een verklaring, zeker ook voor de selectie natuurlijk. Want hoe word je wie je kan zijn? Wie heeft daar een impact gehad? Ja, George Eliot op mij. En dus door die ik probeer ik ook aan te geven, dit is niet het ultieme antwoord, dit is mijn antwoord. En natuurlijk gaan andere mensen misschien heel andere antwoorden hebben. Dus de ik verklaart ook de selectie van de denkers en van de schrijvers. En is er veel... Ja. Ja, we hebben het erover, ja. Ben ik helemaal mijn vraag kwijt. Maar ik wil even kijken naar jullie ik. Jouw ik. In jouw boek. Of het... Ja, dat is... Ja, we hebben het over beide vanavond, als u het goed vindt. Tiemen, jij deelt wat overeenkomsten met de protagonist in jouw roman. Olaf is net zoals jij opgegroeid in Groningen. Hij vertrekt naar Antwerpen om daar te gaan studeren. Waar hij van het studentenleven geniet. Neem aan dingen die jij ook hebt gedaan.
Wie is die verteller in jouw roman? En wat heeft hij met jou te maken? Wie zou je... Ik zit nu ook nog even daarover na te denken over het verschil tussen ik en mezelf. En ik vind dat zelf eigenlijk niet zo evident dat daar een verschil in zit. Volgens mij, als er een verschil tussen zit, is dat vrij arbitrair. Maar dat daar gelaten. De ik-figuur in mijn boek is wel degelijk een verteller die ik niet ben. En het is eerder dat je wil diegene iets laten vertellen. Je hebt een soort van visioen van het verhaal, hoe je het voor je ziet. En die verteller gaat dat verhaal vertellen. En je merkt dat om dat verhaal in te vullen, dat het heel handig is om dingen uit je eigen leven te nemen. Omdat je de details goed kent. Ik ken Groningen goed, ik ken Antwerpen goed. Dus dan is het gewoon heel voor de hand liggend om voor die plekken te kiezen, omdat je dat dan zo levendig mogelijk kan beschrijven. En ik wil daarmee niet zeggen dat ik in de toekomst alleen altijd die plekken zal kiezen. Ik kan me ook goed voorstellen dat je op een gegeven moment de uitdaging aangaat om het Athene van de Griekse oudheid te beschrijven. En dat probeert zo levendig mogelijk te doen. Maar voor dit verhaal vond ik echt gewoon een heel praktische keuze om die plekken waar ik ben opgegroeid, om die te kiezen. Het is eigenlijk een heel foute vraag, hè? Het nadert bijna van hoe erg klopt dat personage. Je bent zelf ook schrijver, je weet hoe erg dat is, hè? Ja, ik wil even, jullie drijven alle drie verschillende genres. Wat dat ik dan betekent in die genres, probeer ik tegenover elkaar te zetten. Dus de vraag had in dit geval een functie. Ik zou graag willen vragen of jij een stukje wil voorlezen. Ja, jij had zelf een fragment gekozen. Ja, ik had een fragment uitgezocht die een beetje gaat over persoonlijkheid. Wil je zitten of vind je het fijn om te staan? Ik vind het wel prima om gewoon hier te blijven zitten. En lukt het om zelf de microfoon vast te houden of moet ik hem even... Ik denk dat prima lukt. Oké. En als het niet lukt, dan ga ik alsnog staan, zullen zien. We moeten een heel klein beetje context geven, want er wordt op een gegeven moment wordt er iets vernoemd dat anders een beetje onduidelijk is. Er wordt op een gegeven moment de pretsarcofaag.docs vernoemd. En dat is een document dat het hoofdpersonage heeft gevonden op de laptop van zijn vriend, van W, die is verdwenen. Dus als dat wordt vernoemd, het gaat om een document dat is achtergebleven van de verdwenen vriend. Ja, dan ga ik beginnen. Theorie nummer 476.988 rond het verdwijnen van W. En misschien wel de enige theorie die met een beetje goede wil voor aannemelijk door zou kunnen gaan. W had zo'n gloeiende hekel aan de stereotypen waar hij zelf aan voldeed, dat het hem alles waard was om zich daarvan te ontdoen. Ook als dat betekende alles wat hem aan het leven verbond achter zich te laten. Uiteindelijk lijkt het me zo goed als onmogelijk voor een mens om op basis van zo'n abstracte overweging alles achter je te kunnen laten. Maar bij W leek die angst om een karikatuur van zichzelf te worden soms verdacht veel op zelfhaat. Iets wat hem paradoxaal genoeg soms in een karikatuur kon doen veranderen. Een chagrijnige puber die overal nee op zegt. De zomer voordat W in Antwerpen kwam wonen, zijn Hilde, W en ik samen op vakantie geweest. We liften van Antwerpen naar Parijs en van Parijs naar Venetië. Aan het einde van onze eerste dag in Parijs zaten we op het terras van een bistro in het Quartier Latin rode wijn te drinken en mergpijpjes te eten. W vroeg zich hardop af of we niet iets te hard ons best deden. Eerst dacht ik dat hij een grap maakte, maar hij ging er tamelijk serieus op door. Rode wijn in de buurt van de Sorbonne, zei hij. Volgens mij ruiken de Parijzenaars van mijlenver dat we hier even de Jean-Pauls en de Simones komen uithangen. En wat dan nog, zei Hilde. Is het niet gewoon een beetje zielig om terug te verlangen naar een levensstijl die al lang vervlogen is? Alles wat we doen is een citaat, zei Hilde. Roken is citeren, rode wijn drinken is citeren.
We zouden ook onze dagen in de fitness kunnen slijten en op vakantie kunnen gaan naar Ibiza. Maar dat zijn ook citaten. Je moet je daar eens bij neerleggen. W. baalde zichtbaar van dat hij daar geen weerwoord op had. Wat vind jij daarvan, vroeg W. aan mij. Ik rook graag, zei ik. Ik drink graag rode wijn. Ik probeer daar niet te veel bij na te denken. Hoe gaat het spreekwoord ook alweer? Vraag het paard niet hoe het rent of het zal struikelen. W.'s antwoord was een onderkoeld fantastisch, dat hij tussen zijn tanden doormurmelde. W. was bang om typisch te zijn, maar hij was er zich tegelijkertijd ook van bewust dat het ondoenlijk is om naar uniciteit te streven. Ergens heb ik zelfs het idee dat de pretsarcofaag.docs een poging van W. is om het feit te omarmen dat hij geen individu is, maar een product van zijn tijd en omgeving. En dan komt nu een klein stukje uit de pretsarcofaag.docs. 7.1. Stel, je besluit om redenen die we nu even buiten beschouwing laten, elke zondag om 10 uur stipt de mensen in de rij van de bakker om de hoek te tellen. Soms zijn het er 5, soms 7, een enkele keer 2 en 1 enkele keer 9. Je houdt alles keurig bij in een notitieboekje. Dan komt de zondag waarop je beseft dat je zelf geen brood meer in huis hebt. Je sluit je aan in de rij. Het is 10 uur. Er staan 6 mensen voor je. Wat schrijf je op in je boekje? 6 of 7? 7.2. We willen de wereld observeren, maar omdat het observeren deel uitmaakt van de wereld, is de wereld die we wilden observeren al verdwenen zodra we haar observeren. 7.3. Om de wereld te zien moet je je blik afwenden. Mooi, dankjewel. Wat schrijf je op? 6 of 7? Ja, ik denk toch 7, hè? Je bent toch deel van de realiteit. Ja. Zie jij jezelf, schrijvers nemen vaak zo'n buitenstaander positie in, toch? Want daar gaat dit ook over. Ja, observeren. Ja, absoluut. Ja, ik ben altijd al van jongs af aan iemand geweest die heel erg de kat uit de boom kijkt. Dus ja, ik zie mezelf wel echt als een iemand die kijkt, die gewoon de hele tijd kijkt. Ja. Is dat ook een soort schrijversstem in je hoofd? Nee, dat is eerder een modus operandi die dan handig blijkt te zijn als je aan het schrijven bent. Want dan heb je gewoon veel dingen gezien. Dus dan heb je ook materiaal mee te werken. Ja. Ja. Dat verlangen om authentiek te zijn, maar ook niet te, hè, wat je net beschrijft. Mm-hmm. Is dat, denk je, typisch iets voor nou ja, twintigers, studenten, de personages die jij beschrijft? Nou, ik denk dat iedereen in zekere zin, zeker in het Westen, toch wel een bepaalde neiging heeft om iemand te willen zijn, een individu te willen zijn, authentiek aan zichzelf te willen zijn. En met dit boek probeer ik dat ook wel een beetje te bevragen. In hoeverre zijn wij een individu? In hoeverre zijn we niet gewoon een product van de ideeën die ons omgeven? En zijn we niet eerder een soort van doorgeefluik voor ideeën dan dat we zelf producent zijn van ideeën? Dat is wel een gedachte die ik vaak heb en die ik zelf heel prettig vind als soort van tegengif op het commerciële gebeuren dat je het om jezelf om je heen hoort van dat je iemand moet zijn, dat je iemand moet worden en dat het allemaal fantastisch moet zijn. Ik vind dat, ja, dat hele individualistische vind ik wel dat wel een tegengif verdient. En in dit boek ben ik wel daarnaar op zoek gegaan. Ja. Tinneke, ik zie jou heel instemmend knikken. Ja. Wat vind jij van dat fragment dat hij net voordroeg?
Ja, ik vind het. Ik vond het heel mooi. En ik vond de, wat je daar net zei over die authenticiteit. Als Rousseau in mijn boek komt, wat toch wel een van de eerste is die dat ideaal van authenticiteit op de kaart heeft gezet. En ook je eigen leven beschrijven, wat hij proberen doen heeft. Heel typisch, denk ik, voor ja, de hedendaagse mensen die wij geworden zijn. Ik denk niet dat dat een. Je voelt ook de hopeloosheid van zijn eigen zoektocht, dat wel ook echt wel geniaal was. Maar ik denk inderdaad dat dat een enorme val is. En zeker ook de idee dat je een merk moet zijn, hè, wat het eigenlijk toch wel is. En dus inderdaad uniek, maar tegelijkertijd uniformiteit, die ook onuitgesproken sociale druk die er is. Hè. Dus want wat wordt goedgekeurd en wat niet, wat aanvaard wordt, wat niet. Daar bestaan heel veel regeltjes voor. En er moet echt ook wel binnen een bepaalde normaliteit dan vallen. Dat zijn thema's die ik op mijn manier, denk ik wel, die wel heel erg terugkomen en de vervreemding die daarin zit en ja, gewoon het heillozen van het verhaal waar dat je dan in gelooft. En eigenlijk, het is ook een manier die je niet verbindt met anderen, maar je altijd een beetje vervreemdt van anderen. En ik moet ook denken aan een van mijn teksten waar ik het ook heb over de vergelijking, die neiging om waar je bent dan te gaan vergelijken met anderen, wat doen anderen en hoe ja, dat filosofen daar ook precies voor waarschuwen. Zo iemand als Spinoza, van het is eigenlijk niet. Dat is heel begrijpelijk en heel menselijk dat je dat doet. Maar wie jij bent en je eigen kracht, je eigen manier van in de wereld te zijn, dat moet je eikpunt zijn. En niet door te kijken naar leeftijdsgenoten. Of, en we leven zo in een wereld waar dat enorm gestimuleerd wordt. En ontkom je er, is niet het punt ook een beetje dat je dat gewoon bent of zo? Dat de dingen die je om je heen ziet, het sociale, dus noem even de kleren die je vrienden dragen, dat die bepalend zijn voor de kleren die je zelf draagt. Dus dat wat je omgeeft, dat jou ook gewoon heel erg bepaalt? Maar ja, het verlangen is mimetisch en mensen zijn ook sociaal. Dus je krijgt ook feedback. Dus uiteraard ga je daar in zekere zin. Maar de vraag is natuurlijk ja, waar de grenzen daarvan zijn. En ook als je gewoon merkt, wat denk ik voor veel mensen het geval is, dat je ook gewoon heel ongelukkig wordt. Dat je altijd het gevoel hebt van het leuk, het fijne, het succesvolle leven is van de anderen en ik, et cetera. Dan is het wel hoog tijd om daar een soort paal en perk aan te stellen. En het is fantastisch beschreven door Hobbes, hoe de mens zijn eigen positie altijd relationeel ziet. Het gaat goed met mij, als het beter met mij gaat dan met anderen. Dat heel erg ook dat concurrentiële in die blik zit. En het contrast is precies van ja, wel een visie te hebben op jezelf. En inderdaad, ken jezelf is ook weten hoe sociaal je bent en hoe gehecht je bent en welke invloed je allemaal gehad hebt. Maar daar toch ook vandaar ook wel een soort afstand toe te kunnen nemen indien nodig. Het lijkt wel een onderwerp dat bij, nou ja, als bij twintigers misschien wel meer speelt of bij pubers, denk ik. Je beschrijft zelf dat je als jong meisje de hele tijd de opmerking kreeg, wees gewoon jezelf. Ja, ik kon er helemaal niks mee. Ja, hoe doe je dat dan? Ja, hoe doe je dat? En dat is zeker zo. En ik was gisteren aan het signeren in Antwerpen, een fantastische stad. En daar kwam een lerares die het boek al had gelezen en die ook zei van ja, die had ook twee extra exemplaren gekocht voor in de bibliotheek van haar school. En ze zei van ja, dat ze naar mijn jongeren dat er teksten in waren die ze zeker wilden bespreken. Precies ook dat soort teksten, omdat dat bij hen echt enorm leeft. En soms is het ook heel fijn van ouder te zijn. Ik vind dat soms ook zo gemakkelijker, omdat er thema's zijn die je... Je kan veel beter een onderscheid maken tussen het belangrijk en het urgent. En als je jonger bent, alles wat urgent is, lijkt belangrijk. En als je ouder bent, dan kan je die inschattingen beter maken. Ja, in jouw boek zie ik wel dat die vriendschap... Wee raakt bevriend met... of Olaf raakt bevriend met Wee. En door die vriendschap voelt hij zich ineens gezien en lijkt hij iemand te worden. Ja. Klopt dat? Ja, ik denk dat gaat over... Ze ontmoeten elkaar als ze 15 zijn. En denk dat de puberteit natuurlijk bij uitstek de tijd is waarin je op zoek gaat naar een identiteit. En daarin heb ik ook soort van willen laten zien dat die identiteit echt niet van jou is. Dat je ontmoet mensen met wie je dan omgaat, met wie je een soort van klik hebt. En samen vorm je een wereld van dit vinden wij mooi, dit vinden wij niet mooi. En dat wordt dan een soort van jouw identiteit. Maar dan is opnieuw is de vraag in hoeverre is dat van jou? Het is eigenlijk altijd een soort van
wat jij bent is altijd een soort van intermenselijk. Ja, het ontstaat in die relatie. Ja. Nesrin, jij dicht. Ik ben opgehouden met het willen zijn van en van. In het glazen raam een weerspiegeling van een vrouw. Wat wil je daarmee vertellen? Ja, ik herinner me dat moment uit de werkelijkheid. En dat had heel erg te maken met het worden van een moeder. Dat ik mij niet, op het moment dat ik moeder werd, kon ik mij niet meer voorstellen wie ik was voordat ik moeder werd. En ik vond dat zo'n aangrijpende gedachte. Dat sluit heel erg aan bij wat ik in het begin zei. En hoe, nou ja, op het moment dat je een kleine baby hebt, ben je een bepaald soort mens. Als je die baby ook nog moet voeden uit je eigen lijf, ben je ook een bepaald soort mens. Veel dierlijker dan voor mij, dan ik ooit was geweest in mijn leven. En dat veranderde zo heel langzaam. En elke keer als ik mezelf in de weerspiegeling zag van het raam, dacht ik, wie is die vrouw toch? Ze is weer anders. Een half jaar geleden was ze toch echt anders. En met die dikke buik was ik een ander mens. En toen het kind ging lopen, werd ik toch weer een ander soort vrouw. Dus dat was die periode. Ook de metamorfose zien van een mensenlijf. Hoe een mensenlijf bizar kan veranderen. Of in dit geval een vrouwenlijf bizar kan veranderen. Op het moment, ja, dat er een kind ingroeit en daarna. Ja, ik zou heel graag jou willen uitnodigen om een paar gedichten voor te dragen, zodat we nog meer indruk krijgen. Ja, dat is goed. Ik had eigenlijk 3 gedichten uitgekozen. En zoals heel vaak gebeurt, beslis ik toch dat het anders moet. Hoe veranderlijk is een mens? Of hoe veranderlijk ben ik? Ja. Om te beginnen wil ik heel graag zeggen dat ik deze 3 gedichten opdraag aan 3 Palestijnse vriendinnen die op dit moment in een nare situatie leven. 1 in Gaza en 2 in de bezette gebieden. Ik begin met het gedicht Rewilding. Hoog in de esdoren voor mijn raam bouwen 2 eksters hun nest. De een brengt takken 2 keer zijn lengte lang. De ander vlecht geraffineerd de toekomst. Beneden op straat zullen tientallen mannen voor de janaza, staan tientallen mannen voor de janaza in de moskee. Ze zullen tot God bidden en in het wit gewikkelde lijk diep in de aarde leggen. Terwijl de links zijn weg na 300 jaar naar ons land heeft gevonden. De jasmijn op het balkon kijkt zijn vriesdood acuut in de ogen. Na 9 uur 's avonds mag je niet meer naar buiten. Mijn vader zegt dat ik zijn nicht moet condoleren, omdat haar schoonzus is overleden aan het virus. En mijn moeder zegt dat ik haar geïnfecteerde zwager moet bellen. Mijn ouders overleven de winter door familiestemmen in hun telefoon. Wij bijten de wolf in zijn nekvel en zetten hem uit. Vrouwen eisen trots het recht op lichaamshaar. Vroeger is een verkleurde foto die we laf retoucheren. De otter keert massaal terug en de stambomen worden nauwkeurig bijgehouden. Bomen zijn niet lief, gras is niet schattig en haver is een graan. Als we geluk hebben, zullen myceliumdraden ons omhullen wanneer we de grond ingaan en oplossen. Nu slapen wij warm op onze pocketveringmatrassen. De tandarts snijdt heel diep in mijn tandvlees. Ze plant stukjes mens en varkensbot in mijn kaak.
bedekt ze met een membraan en hecht mij dicht. Mijn lichaam zal het bot accepteren. Ik heb ooit een konijn zacht uit zijn vel getrokken. Met aluin, zon en een schaaf maakten we het vel schoon. De vacht bewaarde ik als aandenken. Ooit waren we wezens die rondtrokken op zoek naar voedsel en warmte. Nu trekken we mechanisch levende dieren uit hun vel. De wolf krijgt welpen en valt vee aan. Het eksternest overleeft 2 stormen. Maar wij zijn maakbare meesters. Herintroduceren de soorten. Slapen nog steeds gerust. Ik had liever bot van een lynx in mijn kaak. Het kwam door het woord maakbaar dat ik dit gedicht heb voorgedragen. Ik ga er nog 2 doen. Dit gedicht heet Diaspora en het is eigenlijk een dialoog. Een grote moeder en een moeder spreken tegen elkaar. Of spreken tot een derde. Grote moeder. Mensen zetten 's nachts geen schalen met water meer klaar voor de wezens die zij niet kunnen zien. Maar de nacht is niet voor ons. Moeder, al mijn keuzes hebben jou gemaakt zonder uitzondering. Ooit zullen je ogen en je handen waarmee je schrijft tegen je getuigen. Grote moeder, de Romeinen kenden geen genade, maar jullie maken kinderen met hun nazaten. Moeder, vroeg of laat zul je mijn dood worden, dat heb ik altijd geweten. Ik begin meer en meer op mijn grootmoeder te lijken. Grote moeder, de 2 engelen op onze schouders schrijven levenslang onze daden op in hun boeken. Hou je evenwicht in de gaten. Moeder, je bent in het hart van de winter geboren. Je bent te vroeg begonnen met praten. Daarom ben je zo kil. Grote moeder, vergeet niet dat jullie niet wit zijn of zullen worden. Ik vrees voor jullie levens als ik er niet meer ben. Moeder, graaf 2 graven voor me, 1 hier en 1 daar. Grote moeder, vrouwen zijn de kroon van de wereld, maar de wereld is van mannen. Zit niet zo lang in de zon, de mensen houden nog steeds niet van zwart. Moeder, ik vergeet niet waar ik geboren ben, maar jij vergeet steeds waar je vandaan komt. Grote moeder, ik heb 10 kinderen gebaard en jij bent mijn 11e kind. Jullie leven allemaal nog. Moeder, wie in deze tijd nog kinderen maakt, baart, heeft geen greintje verstand. Deze tijd is niet voor kinderen en jij gooit mij nog eens bij het vuil. Grote moeder, maak meer kinderen en breng offers. Zij zullen je benen zijn als je niet meer kunt lopen. En je ogen als je niet meer kunt zien. Moeder, een vrouw moet geld verdienen en geen poëzie schrijven en zeker geen kruiden kweken. Op het moment dat jullie je zweet ruiken, laat jullie alles achter. Grote moeder, koop goud of een huis voor jezelf. Mijn vader was de eerste man die me bestolen heeft. De wereld is nog steeds niet van ons. Moeder, mannen zijn er noodzakelijk kwaad. Zorg dat je ze niet nodig hebt, maar hou je zoon dichtbij. Grote moeder, breng mij mijn eerste achterkleinkind en kom naar huis. Mijn tijd nadert. Ik ben allang niet meer wie ik was en niet wie jullie denken dat ik ben. Zij, jij bent en je blijft van ons. We zullen je wassen en begraven als je sterft. En nu ga ik game over voor jou doen. Game over. Mijn zoon, fout gekleurd.
kleur de vliegtuigjes van verdriet. Hij zit in de kleermaker zit op het vloerkleed. Gooit ze door de lucht. De piano staat roerloos te luisteren naar zijn geneurie. Draken en milkshakes liggen in het stof achter het pedaal. Zonnestralen snijden mijn 15e eeuwse woonkamer in stroken. En buiten rollen uitzinnige toeristen voorbij. Gebarsten houten god huilt in een hoek van de keuken achter de broodtrommel. De roeispanen van vandaag zijn verloren en mijn digitale agenda. Ik ben opgehouden met het willen zijn van en van. In het glazen raam zie ik een weerspiegeling van een vrouw. In mijn straat groeien geen bomen, alleen gebouwen. Gebouwen van rode VOC-bloedbakstenen. De halve stad is gebouwd met bloed van mijn grootvaders. Ik ben verleerd hoe de wind te verstaan, misschien zelfs hoe ik moet baren. Alles wat ik wist, heb ik ingepakt en op straat gezet. Tussen de grijze vuilniszakken. Na 6 uur wordt met veel herrie de geschiedenis opgehaald. Een vliegtuigje zweeft door de kamer. Ik ben niet van porselein en ga heus niet stuk. Dit lichaam draagt mij en hele generaties voor mij. Het puntige verdriet van mijn kind raakt me in mijn buik. Ik spat in 1000 stukken uit elkaar. Game over, mam. Je bent dood. Prachtig, dankjewel. Misschien de ik, jouw verteller, staat op de schouders van voorouders, van voormoeders. Het is een ik die zich niet aan de familiegeschiedenis kan onttrekken. Kun je daar meer over vertellen? Want dat zit door de hele bundel heen, hè? Komt dat terug. Dat besef van het grotere waar het de verteller onderdeel van uitmaakt. De ik in de bundel is... dat is niet één persoon. Ik bedoel, daar zitten verhalen van deze persoon in. Maar het zijn eigenlijk heel veel verschillende stemmen die door één ik worden verteld. Maar het zijn niet allemaal verhalen van dezelfde, vaak vrouw in dit geval. Of iemand die zich identificeert als vrouw. Dus dat zijn heel veel verschillende stemmen die niet per se ik zijn. Ik zie mezelf meer als een soort medium. Waar allerlei, ik bedoel medium gewoon letterlijk als medium. Waar ja, die stem geeft aan ontzettend veel verschillende mensen in dit geval. Dus dat is niet per se... En die mensen zijn altijd verbonden aan... Of die hebben heel vaak het besef dat ze als individu verbonden zijn aan hun ouders, hun grootouders, hun overgrootouders. Aan zoveel generaties voor hen. En dat gaat eigenlijk ook wel door in de vertelstem. Maar ook generaties na hen. En vaak ook wel in... zitten ook ikken in die geen mens zijn, die wezens zijn of dieren of... bomen of eucalyptussen, ik weet het niet. Het zit van allerlei soorten wezens worden eigenlijk wordt stem gegeven door middel van de ik. We horen ook meerdere talen. Het is een meertalige bundel. Je hebt net een stukje voorgelezen waar iets in het Arabisch werd gezegd. Maar ook Frans komt voor, toch, in de bundel. Ja. We hoorden meteen jouw stem veranderen. En ik heb ergens een interview gelezen waarin jij zegt... als ik in het Arabisch schrijf, is de werkelijkheid anders dan als ik in het Nederlands schrijf. Wat betekent dat voor jouw identiteit of voor wie jij bent? We weten dat je niet gelooft in zelfkennis, maar we horen dat er iets verandert. Dat is niet alleen klank, maar... Het is bijna, ik weet niet of jullie het net ook hebben gezien... het is bijna alsof ze even kortstondig een transformatie ondergaat. Ja, zo voelt het ook. Dus er zitten vijf talen in de bundel. En vier van die talen zijn
mijn... ik hou niet van het woord moedertalen, dus ik probeer dat te vermijden. Maar de talen die ik spreek, of waarmee ik opgegroeid ben. En dat is een van de redenen waardoor ik dus dat hele construct van dat ik... waardoor ik dat niet geloofwaardig vind. Als persoon merk ik dat afhankelijk van welke taal ik spreek... ik werkelijk waar een ander mens ben. Als ik Marokkaans begin te praten, ben ik een andere vrouw. Als ik Berbers spreek, ben ik een ander mens. Als ik Frans spreek, maak ik totaal andere grappen. Dus dat is heel fascinerend om je daar bewust van te zijn. En ook om een soort van te begrijpen. Maar wie zijn al die mensen? En hoe is dat... Voor mij is dat heel erg verbonden aan talen. En elke taal is verbonden met een bepaalde tijd, bepaalde ervaringen, bepaalde mensen, een bepaalde humor, in dit geval zelfs een bepaalde cultuur. Het zijn vier totaal verschillende culturen, totaal verschillende geschiedenis, die zich verenigen in dit lijf, in dit mens. Dus ja... Vandaar dat ik niet geloof in een ik of een homogeen, rond, af ik. Zou jij daarop willen reageren? Of wat er dan gebeurt met die talen? Is dat iets wat jij herkent uit eigen ervaring of uit je omgeving? Ja, wel, natuurlijk. Als Belg is het Frans natuurlijk ook wel heel erg... present. En ik heb jou ook in het Frans gestudeerd en zo. Het klopt inderdaad wel dat talen, contexten, de ontmoetingen die je gehad hebt, de kleuren, de geuren, het hoort allemaal bij die taal en dan verplaats je. En ook het timbre van stem verandert ook. En dat is natuurlijk ook, ja, mijn literatuur. Er zijn heel veel Engelse boeken, maar mijn moeder heel veel Engelse boeken las. En ja, daar wordt ook altijd iets anders in gezegd natuurlijk dan in boeken in het Nederlands of in een andere taal. En wat ik ook wel interessant vind en wat ook wel klopt, is dat het niet alleen in het hoofd is, maar ook in het lichaam. Ik denk dat wij heel erg Cartesiaans zijn. Ik zal voor mezelf spreken. En dat is ook iets waar ik mij van heb moeten... Echt ook heb moeten over nadenken, over dat belang van het lichaam. En het lichaam dat ook iets zegt en ook iets communiceert. En soms kan het lichaam ook dingen communiceren die je geest nog niet wil horen. En dat je je daar ook voor moet openstellen. En ja, ook de ervaring van het moederschap. Dat, op dat moment voelde ik me ook heel erg verbonden met heel veel vrouwen. En ook met alle vrouwen die al ooit kinderen hadden gehad of al zwanger waren geweest. Dat was een heel vreemde ervaring. Omdat daar inderdaad die lichamelijkheid zo... Ja, je staat er gewoon helemaal versteld van waartoe je in staat bent. En dat ontvouwt zich en plooit zich. En daar heb je gewoon niks over te zeggen. En dat is... En ik denk dat daar de taal vaak in ontbreekt. Ik merkte dat de taal die ik had vaak ontbrak. En ook de verbondenheid met vrouwen of mijn moeders of mij, dat ook ontbrak. En dat als ik... Ik was aan 5... geopereerd en zo. Ik zal de details besparen, maar als de arts binnenkwam en die vroeg hoe gaat het, dan ging het eigenlijk alleen over je temperatuur, je wonden, je dit. Maar wat er gebeurd was, daar werd gewoon geen seconde iets over gezegd. Daar werd ook niet naar gevraagd. En dus ook het gevoel van de westerse wetenschap is fantastisch. We hebben daar heel veel aan te danken en ik ben daar allemaal heel blij voor. Ik vind dat wonderlijk, ik bewonder dat, et cetera. Maar het herleiden van alles, van het lichaam tot die cijfertjes, tot het manipuleerbare daarvan, dat is maar een deel van het verhaal. En zelfs mensen die daar voortdurend mee bezig zijn en die potentieel wel zouden een taal kunnen hebben voor dat lichamelijke, omdat ze zo met die lichamen bezig zijn, die hebben dat eigenlijk niet en die zijn zich daar... Het is ook een manier om de dingen op afstand te houden. En ik begrijp dat wel. Maar soms heb je niet altijd behoefte aan die afstand. Soms heb je behoefte om eens te kunnen delen hoe innig het is en hoe,
hoe dat je door bepaald wordt en hoe dat je je ook verbonden kan voelen met anderen door dat lichamelijke. En dat is een heel facet, denk ik, dat vaak ontbreekt. En dat, denk ik, nog moet worden aangevuld. En voor mij, dat komt ook bij mij heel erg naar voren, bijvoorbeeld bij pijn, en lichamelijke pijn. En de neiging die we dan hebben om dat meteen te verdoven en het moet meteen weg. Het is, want je moet verder kunnen produceren, je moet verder kunnen doen en dat is alleen maar ongemak. Maar dat ja, in contact zijn met je lichaam en daarnaar luisteren, dat zien als een signaal, dat ook kunnen omarmen als een signaal of als een beperking die je gewoon op dat moment hebt. Ja, niet moet geoptimaliseerd worden, maar dat jij ook bent. Je hebt niet je lichaam, maar je bent echt je lichaam. Dat is niet een soort klomp die je kan disciplineren of zo. Ik merk in mezelf wel dat denken over dat lichaam en een plaats geven aan dat lichaam wel iets is waar ik erg in heb moeten zoeken eigenlijk. En dat gewoon essentieel is bij heel dat idee van ken jezelf, dat is niet alleen in je hoofd, het is en in de realiteit, maar het is ook in die lichamelijkheid. Nu snap ik dat we niet naar jouw ervaringen met zwangerschap hoeven te vragen. Dankjewel. Maar het lichamelijke aspect van het zijn en de zelfkennis daarvan, is dat iets waar jij aan kan relateren? Is dat iets waar jij over nadenkt, over de betekenis van dat lichaam? Ja, 100%. Ik ben ook wel vaak tegen randen aangelopen waarbij het lichaam aangeeft dat het niet kan wat jij wil. En dan ga je wel nadenken natuurlijk over de rol van het lichaam. En zeker met taal, minder als ik schrijf, maar als je op een podium staat met woorden, dan kan ik ook wel heel sterk voelen dat die woorden ook een relatie hebben met je lichaam. En dat als je een woord uitspreekt, dat je dat bijna lichamelijk dat woord kan voelen. Dus dat daar een hele sterke wisselwerking bestaat tussen taal en het lichamelijke. Dus dat zijn mijn eerste gedachten daar rond. Ja, ik moest zelf ook denken, ik refereerde er kort naar bij de introductie, dat ik las een interview met jou ergens, dat jij begon met schrijven toen je in Leipzig zat. Mm-hmm. En je had een heftige fysieke ervaring. Mm-hmm. En toen begon je jezelf eigenlijk rustig te schrijven. Yeah. Klopt dat? Ja, dat is inderdaad wel een goed voorbeeld. Ja, dat is een goed voorbeeld van die relatie. Ik had in die tijd had ik last van paniekaanvallen. En ik had op een gegeven moment ik had hartkloppingen en ik was bang dat mijn hart mee op ging houden. En ik was toen een brief aan het schrijven naar familie en vrienden met de gedachte van als het echt ermee ophoudt, dan wil ik dit nog gezegd hebben. En ik begon dat te schrijven en ik was op datzelfde moment was ik ook in die periode was ik op zoek naar een idee voor een boek. En ik begon dat te schrijven en in één keer ging er iets aan in mijn hoofd van oh wow, dit is eigenlijk wel, ik kan hier wel iets mee. En ik begon dat soort van te dramatiseren en te doen alsof ik verdwenen was, alsof ik echt heel radicaal naar Leipzig was vertrokken zonder iemand in te lichten, wat niet waar was. Dus ik dramatiseerde eigenlijk wat ik op dat moment aan het doen was. En het frappante was dat door het een soort van narratieve context te geven, dat mijn angst mijn lichaam verliet. Dus ik werd eigenlijk heel rustig terwijl ik dat deed. Dus op dat moment had ik wel degelijk echt het gevoel dat ik soort van met taal heel, heel direct een bepaalde kramp die in mijn lichaam zat naar buiten kon begeleiden. En dat was wel een hele bijzondere ervaring. Ja, we hebben er een bijzonder boek aan te danken. Dus, dankjewel. Dankjewel. Het is opmerkelijk dat filosofen minder aandacht aan vernedering hebben besteed dan romanschrijvers, schrijf jij, Tinneke. Heb je enig idee hoe dat komt? Waarom is vernedering zo'n moeilijk onderwerp in de filosofie? Nee, ik weet het eigenlijk niet. Het is wel zo. En ik heb er met verschillende filosofen ook op zoek naar werk over gesproken. En vernedering
is zo'n thema. Het kwam bij mij op bij Trump. Hè, natuurlijk, ja, eerst. Ik heb veel geschreven over politieke filosofie. Maar. En het is zo'n thema dat bijvoorbeeld in de jaren 90, toen de meeste mensen toch wel optimistischer waren, eigenlijk gewoon ook echt een blinde vlek was. Je zou het daar nooit over gehad hebben, maar dat is echt heel erg opgekomen. En dan die dynamiek van heel vernederende taal naar anderen toe, maar zich ook permanent vernederd voelen. Dus het is, je spreekt de vernederde aan, maar tegelijkertijd verneder je ook anderen. Dus je zou denken dat als je weet hoe erg het is om vernederd te worden, dat je net voorzichtiger wordt, maar dat is blijkbaar niet. Dus hoe dat het komt, dat weet ik niet. Er zijn bibliotheken vol schuld, angst, woede, maar de vernedering heel, heel weinig. Maar bij romanschrijvers is het echt, denk ik, een belangrijk ingrediënt van het verhaal, omdat het zo herkenbaar is. Omdat het waar je ergens hoort in de sociale groep, het kan ook in hele kleine dingen zitten, in beschrijving, ik haal Tom Wolfe aan, maar het is ook bij Tolstoy. Of bij, dus dat is zo, ja, zo herkenbaar en dat maakt veel van die romans ook heel erg levendig. George Orwell zei dat 75% van het leven vernedering was. Misschien wel een beetje veel is. Maar ja, je ziet wel dat, dat romanschrijvers, ik denk ook vanuit hun blik, vanuit het kijken, vanuit observatie, misschien is het iets bij filosofen dat ze ook moeilijk in zichzelf kunnen erkennen of toegeven. Ik weet het eigenlijk niet, maar ik vind het wel jammer, want het is een heel belangrijke emotie die heel veel woede kan opwekken, die ook geweldig complex is, omdat je soms vernederd kan voelen omdat iemand het echt wil, maar soms ook zonder dat er een dader is en soms ook door de context. Je kan ook iemand vernederen zonder dat je nog maar beseft dat je dat aan het doen bent, omdat de culturele referenties enorm kunnen verschillen. Dus soms is er ook een soort spraakverwarring. En dan natuurlijk is ook de vraag, ja, wat acht je billijk in de manier dat je behandeld wordt? En, dus er is altijd een beetje een pijnlijke vaststelling dat je soms minder aanzien hebt dan je volgens je eigen blik of eigen liefde zou willen. En dat speelt natuurlijk ook wel mee. Is dat een thema in jullie werk, vernedering? Ja, vernedering is een fantastisch onderwerp. Dat is echt mateloos interessant, omdat daarin zo ongelooflijk veel emoties bij elkaar komen. En het is zo complex. Vernedering is niet te vatten. Je weet niet, eigenlijk weet niemand precies wat vernedering is, wat mij betreft. En op het moment dat iemand vernederd wordt, soms gebeurt dat natuurlijk bewust, maar heel vaak ook niet. Dus het is een te gek onderwerp om over te schrijven. Literair gezien kan je er natuurlijk ontzettend veel mee. En ik dacht net ook, zou het kunnen dat filosofen een te groot ego hebben om over hun eigen vernederingen te schrijven? Ik weet het niet. Er zit hier een filosoof, dus je kunt het vragen. Ik weet het niet, omdat het zo'n geweldig thema is om over te schrijven en om uit te pluizen en om te verkennen, dat het eigenlijk ongelooflijk is dat dat niet gebeurt, terwijl het in de literatuur vrij gebruikelijk is. Is dat zo, Tinneke? Hebben ze een te groot ego? Ja, flauw. Ze zullen wel een vraag, maar. Ja, ik weet niet wat ze meer ego hebben. Ze hebben wel een ego. Maar ik weet het eigenlijk zelf niet, omdat je er eigenlijk, zoals ik al zei, omdat je er echt wel heel erg op botst. En ook omdat aan jezelf herkennen hoe je je vernederd hebt gevoeld. Waar vaak ook iets is dat je niet altijd onder woorden brengt of zelfs niet altijd als zodanig voelt. Dat is heel gek, maar het feit dat je het kan verwoorden, en dat vind ik ook ja, de kracht precies van concepten, van begrippen, dat is als je dan wel het beschrijft, wat het is als begrip, en dat, ja, dan creëer je er meteen ook een afstand toe. En dan is het antwoord er ook vaak of van een soort grap rond te maken. Of van er, dus je kan er wat mee als je het wel herkent, terwijl als je er helemaal in zit, dat je het eigenlijk zelfs niet onder woorden kan brengen, dan, ja, dan word je er ook helemaal door overgenomen. En het is daarom ook, omdat het zo'n belangrijke emotie is, ja, ook politiek gewoon enorm cruciaal. En
wat ik niet in dit boek schrijf, maar wel in mijn vorige boek, over de vernedering, is dat bijvoorbeeld iemand als Machiavelli, die ik lees als een denker van, een liefhebber van de vrijheid en niet als een cynicus of een machtswellusteling, dit geheel terzijde, om een beetje een goodwill te creëren voor wat ik nu ga zeggen. Heel opmerkelijk, in de discussie zegt hij dat je nooit iemand mag vernederen, omdat je de noodzaak bij de ander om zich tegen jou te verzetten alleen maar voedt. En ik heb daar columns over geschreven in de hoop dat in de politici, die ik toch wel columns lees, van een soort hint te geven van hou daar nu eens eindelijk mee op. Want al wat je doet is tegenstanders creëren. In de vernedering zit ook zo'n verlangen tot wraak vaak en woede. En het zijn vaak ook wonden die heel lang blijven. Dus doe het niet. En Machiavelli zegt dat heel mooi. Je denkt dat je je wapen richt op iemand, maar je richt het wapen op jezelf. En dus besef dat je dat eigenlijk niet moet doen, dat dat alleen maar hele negatieve energie is. En ik denk dat dat ook klopt, maar helaas in de aandachtseconomie van vandaag genereert het heel veel aandacht. En dat is vaak wat politici willen, maar ze krijgen er veel aandacht voor, maar ze zijn politiek niet meer in staat om nog iets te doen. Want je hebt samenwerking nodig. Maar iemand die zich heel vernederd voelt, de kans dat je daar enige welwillendheid krijgt om iets op te lossen, ja, die is echt wel heel, 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 heel klein. Dus het is een heel contraproductieve emotie ook. Maar het is ook een heel rechtstreekse confrontatie met jezelf. Als je vernederd wordt, dan kun je niet meer om jezelf heen. Ja, en ook met jezelf beeld natuurlijk. Ja. Dat je dan eigenlijk ofwel moet bijstellen. Nu, ofwel, er zit ook wel een idee van, en dat is dan ook meer ja, cultureel bepaald. En een ander tekstje gaat ook over de beledigingen. Wat doe ik als je op straat loopt en je wordt beledigd? Het is natuurlijk ook de idee dat in welke mate, omdat iemand iets naar je roept, zeg je, neem je dat ook op jou. Je kan ook doen zoals Socrates en het beschouwen als een geschenk dat je niet wil. Of zeggen wat hij zegt, nee, dat gaat eigenlijk niet over mij. Dat zegt iets over de persoon die beledigt. Dus je kan ook wel een ruimte creëren om te zeggen, het is niet wat iemand mij iets toeroept. En als vrouw heb ik al heel leuke, fijne dingen mogen horen op straat en zo. En dan is dat effectief de vraag van hoe ga je daarmee om? En ik denk dat de Stoïcijnse respons wel interessant is, omdat die eigenlijk zegt, ja, maar ik ben niet bepaald door de blik van de ander. Ik ben bepaald in mijn blik op mijzelf. Maar al die dingen, het helpt ook altijd natuurlijk als je daarover kan nadenken. Maar daar zijn ook grote verschillen. Als je eer heel belangrijk is, dan is natuurlijk die belediging, die vernedering, dat voel je heel, heel diep, omdat je dan wel vanuit die eergedachte wel de neiging hebt om je daar heel sterk mee te identificeren. Ja. Ja, voor schrijvers is het goud, inderdaad, wat Nisrine zei, vernedering, maar ook schaamte. Jij schrijft veel over schaamte in het boek. Is dat zo? Nou ja, ik heb het vaker teruggezien dat de hoofdpersoon, de verteller, zich schaamt en zich heel erg zelfbewust is. Dus misschien ook een beetje de leeftijd natuurlijk, dat je de hele tijd denkt, ik word gezien en ben ik wel goed genoeg in de ogen van de ander. Ja, zeker. Ik denk inderdaad opnieuw de puberteit wordt beschreven. Dat is natuurlijk bij uitstek de tijdperk van de schaamte. Wat ik nu net vooral zat te denken, dat gaat niet per se over het boek dan, maar dat wat natuurlijk een ding is, je kan wel denken van diegene zegt dat wel over mij, maar eigenlijk heeft hij het over zichzelf. Eigenlijk verlaagt hij alleen maar zichzelf door mij uit te schelden. Maar dat is natuurlijk niet hoe je het altijd voelt. En misschien dat daar een soort van discrepantie zit in filosofie versus een boek schrijven. Dat je bij een boek heel snel vertrekt vanuit hoe het voelt. En dat de filosofie eerder vertrekt vanuit een analyse. Misschien dat daar, zat ik net te denken, een soort verschil in zit. Dat je vernedering meer terugvindt in boeken dan in de filosofie. Want het is natuurlijk op zo'n moment dat iemand je uitscheldt, je kan dat wel denken van die persoon is gewoon niet goed bezig, maar je voelt dat het snijdt in je hart. Het is ook waarom snijdt vernedering zo diep in de ziel, is ook de vraag. Ja. Dus het is zeker zo, dat op dat moment snijdt het heel diep
in je ziel. Dat is ook het vertrekpunt natuurlijk. Daarom is het ook zo interessant. Maar wat ik wel denk is, inderdaad, met die reflectie van... Ja, hoe moet ik me daartoe verhouden? Ik vind het feit dat je daar toch een lijn kan trekken. En dat je ook het recht hebt van die lijn te trekken. En dan zeker ook als vrouw, dat je in de publieke ruimte... Wat is een publieke ruimte? En mijn bestaan in de publieke ruimte, welke verantwoordelijkheid heb ik? En ik heb een verantwoordelijkheid over mijn gedrag, maar ik ben niet verantwoordelijk voor alles wat opduikt in het hoofd van iemand anders. En dus dat soort onderscheiden maken, al is het maar om die publieke ruimte te blijven claimen. Ja? Om niet... de vraag is, wat is je daarop volgende gedrag ook? Hè? Wat is je reactie? Wat doe je ook? En ik herinner mij, toen ik nog in Brussel woonde, dat iemand mij zo achtervolgd was in de supermarkt, zo'n heel gedoe. En die man zat altijd met zijn vrienden aan een tafeltje. En dat ik expres daar heel traag voorbij liep de volgende dag. Als een soort van reclaimen van die publieke ruimte. Want ik ga er niet opzij. En door dat gedrag verandert ook je gevoel. Dus zonder dat je dan meteen antwoordt. Maar... Dus door te handelen naar die analyse kan je het gevoel ook eigenlijk veranderen. Ja, dat ebt dan terug weg ook. Of dan verhoud je je toch... Je krijgt terug een soort agency. Je bent niet alleen iemand die iets ondergaat, maar je bent eigenlijk ook je eigen gedrag. En dat is ook dat idee van Socrates. Van het gaat erom wat je zelf doet en dat je daar een soort harmonie vindt. En de rest moet je loslaten. En natuurlijk... vinden sommige mensen nog altijd, als vrouw in de publieke ruimte op dat moment, die man zal dat nog altijd niet legitiem gevonden hebben of hinderlijk of wat dan ook, dat ik daar rondliep zoals ik daar in mijn 20er jaren rondliep. Maar ja, dat is dan maar zo. Dat is gewoon niet mijn probleem. Ik denk dat het misschien ook het grote verschil met literatuur, althans voor mij, is niet zozeer het analyseren of het praten over gevoel, maar de verbeelding. Dus het start inderdaad vaak met een reële gebeurtenis of een gevoel wat je ervaart als diep of vernederend of diepgaand of wat dan ook. Maar wat daarna gebeurt tijdens het schrijven is dat je verbeelding totaal zijn weg mag gaan. En in totale vrijheid kun je zo'n concept of zo'n gebeurtenis gaan uitpluizen of gaan uitzoeken. En ik denk dat dat zo ongelooflijk veel meer vrijheid biedt dan het analyseren van een gevoel of van een gedachte. Althans, zo ervaar ik het. Ja, ik denk dat als schrijver zo is. Maar ik heb als filosoof een enorm gevoel van vrijheid. Dus ik denk dat het te maken heeft met je eigen métier, als het ware. Je bent ook schrijver. Ja, maar zeker geen literaire schrijver. Ik zou dat ook niet kunnen, denk ik. Alleen, ik denk dat dat ook niet past bij... En ook niet iets is waar ik naar op zoek ben, zou ik maar zeggen. We moeten een beetje toe gaan werken aan afronding. En ik wilde graag afsluiten met hoop. En dat klinkt heel veelbelovend en fijn. We gaan besluiten met hoop. Maar... Tinneke schrijft, zelf ga ik liever zonder hoop door het leven. Ja, hoopvrij. Oké, ja, hoopvrij. Kun je dat uitleggen? Je wijdt daar een heel hoofdstuk aan. Dat jij eigenlijk zeg je, nee, je moet niet hopen. Wel, uiteraard hoop ik soms, omdat ik ook alleen maar een mens ben. Maar wat ik toen voelde, als ik enorm op iets hoop, is eigenlijk hoe wanhopig ik ben. En hoe ik in de toekomst wil dat er iets gebeurt waarvan niet zeker is wat het zal gebeuren, maar vooral dat er ook een enorme angst is dat het omgekeerde zal gebeuren. En dus dat hoop voor mij niet bevrijdend is. Ja? Dat het eigenlijk vaak een samenhangt met een gevoel van helemaal niet vrij te zijn en angstig te zijn, dat is een deel ervan. En ten tweede dat je kan... Vroeger dacht ik, heb hoop, maar eigenlijk heeft de hoop mij. Ik denk, er kunnen situaties zijn waar hoop je ook kan verblinden voor de situatie waarin je je bevindt en je dus ook ervan kan weerhouden om het nodige te doen. En dat is vooral op het einde van het leven, van mensen verloren ben, die mij heel dierbaar zijn. En ik zie het nog bij andere mensen in mijn familie en zo, dat... die hoop en we hopen. En die hoop is eigenlijk een soort blindheid. Van je ziet niet meer wat er aan het gebeuren is.
En wat er aan het gebeuren is, namelijk dat iemand stervende is, vraagt ook een ander soort van er zijn bij die persoon. En ook de ander op een andere manier laten zijn. En het altijd maar positief moeten zijn, dat is nog iets anders dan hoop, maar het positief moeten zijn, zelfs al gaat dat tegen elke realiteitszin in, kan mensen ook de gelegenheid ontnemen om eerlijk te zijn over hun radeloosheid of hun verdriet of hun angst. Of hun... En daarom dus het idee dat hoop alleen maar het goede brengt of meteen het goede brengt, ik denk niet dat het geval is. Ik denk dat hoop ook kan verblinden, hoop kan over jou hebben. En dus ik deel het enthousiasme over de hoop niet. Het heeft me al boze brieven opgeleverd van mensen, omdat ik niet pleit voor wanhoop of zo, maar de echte vrijheid is toch van het... Ik voel me echt vrij als ik ook niet hoop. Voilà. Ja, nu willen zo dat volgens Flannery O'Connor, bekende schrijver, Amerikaanse schrijver uit de jaren 50, schrijven mensen zonder hoop geen romans en wellicht ook geen gedichten. Hoe staan jullie de hoopkwestie? Ik ben ook geen fan van hoop. Hoop is wat mij betreft zo ongelooflijk irreëel dat het totaal verlamt. Dus ik heb echt niks met hoop. Ik hoop ook nooit iets. Voor mij is het op het moment dat je hoopt, dan een soort van alsof je je hele wil en je hele vermogen in handen van iets anders neerlegt. Of in handen van de toekomst, waar je totaal niets van weet en geen wetenschap over hebt. Dus hoop is niet aan mij besteed. Ik handel liever. Dat is soms wel hoopvol om te handelen. In plaats van iets te projecteren wat er niet bestaat. Dus in die zin kan ik me behoorlijk aansluiten. Ja, handelen. Terwijl ik heel positief ben. Niet hopen. Ja, zo eindig ik ook. Van, het is niet, je hebt geen hoop nodig om te handelen, maar het handelen geeft hoop. Maar het handelen komt eerst. En dat kan dan wel je gunstiger stemmen. Ja. Ja, jij bent de laatste. Jij mag nu nog... Ik heb nu het gevoel dat ik per opbod moet zeggen dat ik hoop haat. Of de mensen nog iets hoopvols meegeven. Nee, ik sluit me er eigenlijk wel redelijk bij aan. Ik probeer ook vooral tevreden te zijn met wat er is. Ik denk dat de meest simpele levensles is die er te leren valt en die toch wel heel waardevol is. Ik denk alleen, als samenleving zat ik net te denken, heb je misschien wel hoop nodig? Ik denk dat er wel nogal wat misstanden zijn op te noemen. En dat je wel goed zou zijn als samenleving om een soort van hoop te hebben dat je daar voorbij kan komen. Maar dat gaat dan als hoop, als samenleving meer dan als hoop als individu. Nou, dankjewel. Is er nog iemand die graag een prangende vraag heeft voor een van de sprekers? Meneer. Als u even wacht, dan kunnen we het allemaal horen. Ja, prachtige reflecties over ken je zelf. Het heeft bij mij heel veel vragen opgeroepen eigenlijk. De eerste die mij opkomt is naar aanleiding... Van ik geloof dat Nesrin dat zei, dat je voortdurend verandert. Dat er geen vaste kern is. Ik denk dat er ook een andere school van gedachten is. Ik meen dat Jozef Brodsky dat zei. Dat we eigenlijk helemaal niet veranderen. Dat we als kinderen, dat er een kern is die altijd blijft. En dan vraag ik me af, als ik naar jullie kijk, ben je nog in contact met die vierjarigen? En... Denk je dat de dynamiek hier heel anders zou zijn als hier die vierjarige equivalenten van jullie zouden zitten? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Dus dat er wel een soort veranderend ik is, maar ik heb tegelijkertijd is er wel die continuïteit. Dus er zijn eigenlijk de beide. Het is je verandert, afhankelijk ook van wat er gebeurt, herken jezelf soms ook helemaal niet. En dus, maar ik heb niet het gevoel dat er altijd een breuk is. Dus er is wel een soort gevoel van. Van continuïteit. En soms ook in mijn dromen verschijnt zo de jongere ik terug. Of wel contexten. Dus ik heb wel het gevoel dat die jongere ik dat die op een of andere manier wel nabij is. Ik heb niet een gevoel van een totaal... Ja,
Zeker geen radicale breuk. Wel een evolutie, maar zeker geen radicale breuk, nee. Ja, ik heb het gevoel dat als er al dus een soort ik zou bestaan, dan zou het dus dat hele jonge kind kunnen zijn. Dus ik heb een soort beeld dat als ik ooit weer dat kind word wat nog niet volgestopt is met allerlei afschuwelijke ideeën, ideologieën, concepten enzovoort, dat ik dan wellicht heel dicht kom bij wie ik in essentie, wie de ik misschien in essentie zou kunnen zijn, of wie dat wezen zou kunnen zijn. Dus dat vierjarige. Als je moeder werd, is dat niet verdwenen, dat kind. Omdat je net zei dat je, toen je moeder was, dat je jezelf niet meer herkende, dat je compleet... Nou ja, ik herkende niet de vrouw die ik daarvoor was. Mm-hmm. Maar toen mijn kind heel erg klein was, werd het speelse wel heel erg aangesproken in mij, omdat we met z'n tweeën waren en leefden. Dus ik was zijn speelmaatje. En dat was ongelooflijk bevrijdend om niet, zeg maar, de opvoeder te zijn, maar een soort speelmaatje. Dat was heel erg prettig. Naar bevrediging beantwoord? Beantwoord. Fijn. Zijn er nog andere dringende vragen? Nog ruimte voor één? Nee? Nou, dan wil ik onze gasten heel hartelijk danken. Hun boeken zijn hier te koop. Hierachter, u had het misschien al gezien bij de entree, is een kraam van Atheneum. En daar zijn alle boeken te koop. Dan wil ik u verder uitnodigen voor een drankje. En iedereen is nog even aanwezig. Dus mochten jullie toch nog een vraag hebben, dan kun je altijd proberen om de schrijver in kwestie aan te schieten. Dank je wel.